Ik zeg, hoe doe je dat nou? Ik ben getrouwd op de 7 en 22 oktober. Het eerst voor de wet en toen was het nog en dan kreeg ik wat voor de kerk, want anders kreeg ik een huis. Hè. Ik moest getrouwd zijn. En Henk en ik zijn samen met pottenbakken begonnen. Met de handen iets scheppen, zoals ons lieve Heer de mens geschept heeft. En zei ik altijd, zuiver aard, dat maakt met een mens van meer en minder waarde. En allen zijn gelijk. Ik vind het pottenbakken nog steeds iets wat ik niet buiten kan. We kunnen bij mijmeren. We kunnen ontspannen. En als je niet ontspant, dan kunnen we niet draaien. Is pottenbakken nou een zwaar beroep, Lies? Nee. Ja, het is een zwaar beroep als je hele grote pot maakt. Hè. Dan is het natuurlijk dan is het wel zwaar. Dan moet je echt zo'n hele blok ineens erop leggen. Hè. Dat kan ik niet meer. Je moet de kracht natuurlijk hebben. En je weet natuurlijk niet, vandaar dat ook de banken altijd zeggen, tot 65 was het op. Maar ik ben nu 77 en dit gaat nooit op. Bij mij gaat er nooit iets op. Want het interesseert me niet wat ik moet doen. Echt niet. Ik ben gewoon een mens dat graag werkt. En daar kan ik me eigenlijk het beste ontspannen. En als ik hier nou 's nachts zit alleen, dan voel ik me vreselijk gelukkig. Dan kan je televisie tegenop, echt niet, als ik het eerlijk moet zeggen. Je kunt je niet voorstellen dat je ooit stopt met pottenbakken? Ik stop nooit. Nee, ik stop niet met pottenbakken, nooit. Nee. Mijn rozen bloeien nog, hè. Die bloeien tot aan november, de meeste. Eens kijken. Ja, ik had je bier bijna leeg, dat moet ik niet brengen. Kijk, heb ik vannacht een klaar gemaakt. Dat is een pannetje, zie je dat? Ik wil straks opeten. Maar dit is de kitchen, hè. Kijk, en hier ligt klaar voor buiten te leggen als het goed weer zou zijn geweest. Hè? Maar het zou 20 graden zijn en veel zon, maar dat is er niet. Dit zijn schilderijen van mijn man, dit is een beeldje van een vriendin van me. En die is verder de film ingegaan. Dit zijn schilderijen van Henk, waar ik heel trots op ben. Mijn kleinkind vindt het zo leuk, die zet altijd die stoel schuin. Dan zegt hij, oma, kom nou eens mee. Hè? Ja, wat moet ik doen? Ja, ik heb hem al schuin gezet. Maar hij mag nooit op stoelen staan. Dus hij vroeg net of je erop mocht staan, anders kon je opa niet zien. Dan moet je een deksel omhoog pakken. Dag opa. Hè? En dan zit hij, je ziet wel zwart. Dat is wel mooi. Maar dat is onze Henk, hè. Die kunnen we niet terughalen. Hè. Hoe lang is die geleden? En hier zit Joke van Nerenbeem, dat is zijn vriendin. En ik, we zijn altijd samen geweest, al die tijd, al die jaren. Wanneer is Henk overleden? Henk is anderhalf jaar, nou bijna 2 jaar, hè, in november. En dat hadden we niet verwacht. Ik bracht hem naar het ziekenhuis om even een kleinigheidje zijn blaas te doen. Toen zei ze, ja, we moesten zijn long nog controleren en we zouden eerst een hard filmpje maken. En op die manier is hij niet meer teruggekomen op mijn verjaardag. Is hij daags na mijn verjaardag is hij gehemeld. Dus ik ben er heel de nacht, elke nacht ben ik gaan slapen, want hij was altijd nogal bang. En dan, dan heb ik op het ziekenhuis wat te luieren. En dan heeft hij zijn leven gegeven aan de geest. Is het niet vreemd om zo met Henk in de kamer te leven? Nee, hij is altijd bij me. En ik heb hem beloofd dat hij uiteraard niet buiten de kou hoeft te liggen. Dat hij thuis moet blijven. Dus en daar hou ik mijn eigen aan. En hij zit hierin. Ik vind doden zijn net zo goed als levende mensen.
ze leven mee, ze blijven doorleven. Zeker een artiest die zoveel schilderijen gemaakt heeft, zulke mooie dingen. Kijk, hier had Henk zijn plaats waar we probeerden het zo te houden. Het was iets meer geordend, want dit heb ik namelijk overal afgepakt om te ontwerpen. Dat ik iets kan laten zien wat Henk uiteraard kan ontwerpen. Hè. En dat zijn schetsen die hij gemaakt heeft voor als hij iets moest doen. Hier hij is erg veel in de, dat is ook in de graf van Manus van de Kamp, zijn familie. Had hij daarvoor gemaakt, want hij maakte nog heel veel voor niks hoor, want dat was ook in de tijd dat we, kijk, en dit is weer voor een kapsalon, dat hangt nog steeds in, daarginds in Os geloof ik, maar fijn dit. Hij is een mens geweest van, een integere mens, en hier, ja, zijn mooie naakte, die moet ik hier niet neerzetten, want kijk, want anders dan, kijk, het staat allemaal nog zo, het eigenlijk, was toen hij hier zat te schilderen. Hij zat er altijd te schilderen. Ja, en verder heb ik hier alles maar laten liggen. Ik moet het allemaal nog opbergen, maar dan komen er een paar burgemeesters die nou gepensioneerd zijn, die zullen mee komen helpen. Heb je nooit overwogen om het op te ruimen? Nee. Er wordt nooit opgeruimd. Nee. Was er later, als ik dood ben, daar kan ik niet over beslissen. Maar ik heb gezegd, we blijven hier wonen. Hier blijft alles en ik kan de rest allemaal verkopen. Wat er is. Maar ik ga van Henk niet moedwillig verkopen. Want dat ligt te veel aan mijn hart. Zijn werk is mijn leven, zo moet ik het zeggen. Ben je ook een beetje verliefd geworden op Henk vanwege zijn kunst? Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee. Henk was gewoon een verschrikkelijke geestige vent. Maar was verliefd zijn, weet ik niet. Nee. Ik weet dat ik lief heb, veel mensen. Maar er zullen meer zijn. Maar om mee iemand te bed te gaan, dat je bij blijft, dat je zegt ik wil iets opbouwen, daar had ik Henk voor uitgekoren. En Cor van der Klucht zei nog met mijn bruidsfoto tegen de burgemeester: kijk eens hier, ik zat met mijn kunt trouwen, ze nooit hoeven te werken. Nee, ik wil werken. Ik wil zelf werken. En dan kreeg ik geen kans bij Cor van der Klucht, maar bij Henk wel. Dat is verschil. Dus trouw ik Henk maar. Kom maar eens, kijk maar eens. Ik leg ze hier op de grond. Kijk, en dan heb ik hier ook de eekhoorntjes. Zie je dat? Ze zijn minder breekbaar dan ik dacht. Ja. Nee. Wacht maar, kijk. Nou, dan moeten ze zelf kiezen. Dan ben ik benieuwd wat jullie kiezen. Ik vind deze wel leuk. Geef het die leuk. En jij? Allemaal hetzelfde. Dat is een beetje moeilijk. Beetje hè? Zeker? Ja, en als ik nou deze bijleg. Als ik deze bijleg. Wat kiezen meisjes dan? Ja, ik neem die toch. Welke? Ja. Dat neem ik die dan toch, ja. Daar had ik ook vergeten erbij te leggen. Hè? En jij, pak jij? Ja. Oké, die. Moet je hem pakken. Er zit een plaatje achterop. Nee, ik zal een plaatje erachterop doen. Dan kunnen altijd terugkomen. Als Sinterklaas komt. Sinterklaas moet ook nog natuurlijk leven. Hè? En dan komt Sinterklaas en dan zegt hij: oh goed, dat is ook wel leuk. Dat kan ik ook als voor kindjes gaan kopen. Hier, pak jij eerst jouw tekentje pakken. Hè? Dus het was gewoon in een hele kring thuis. Altijd. We zaten eigenlijk nooit alleen. Heb je dan heel erg moeten wennen om alleen verder te gaan zonder Henk? Nee, ik wen overal aan. Ik heb helemaal geen moeite mee met omschakelen. Je hebt ook niet flink gerouwd? Nee, want ik had zelf nog een excursie. En ja, je kunt slechte mensen wegjagen. Kijk, ik was jarig. En die nacht had je prachtig iedereen. Dus ging hij rechtop zitten. Ik zeg, hoe doe je dat nou? Want ik bleef elke nacht in het ziekenhuis, want hij wilde niet alleen liggen. Nou, en toen zei ik, nou, ik blijf wel in het bed zitten, jongen. Daar hoef je niet bang voor te zijn, dus... En op een gegeven moment ging je recht zitten.
En toen gaf hij iedereen een hand. Ik zeg, hey, ga naar boven toe. En was prachtig, dat had ik nooit willen missen. Ik heb meer doden gewaakt, dat vind ik helemaal niet erg. Maar hij was nog levend en hij ging zitten. En hij had van tevoren geen woord gezegd. Hij hield van stilte. Nou, en toen is hij uiteraard, de andere dag is hij ten hemel opgenomen. Kon je dat accepteren, dat hij is overleden? Ja, nee, ik vond het gewoon. Ik vind dat gewoon, de mens moet dood, dat is het enige wat moet. En de wijze waarop, dat is de hoge hand zit eraan, daarboven, en die beslist. En die beslist ook voor elke winddruk en welke, wat er ook is. Je kunt hem niet tegenhouden. Ben je zelf bang voor de dood? Nee. Helemaal niet. Nee. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Ik ga ook heel veel bij. Als er mooie mensen zijn, ook zo mooi als ze dood zijn, hè? Dan worden ze zo prachtig. Hè? Dan zeiden gewoon, ja, het is net of je nieuw wordt. De wereld wordt nieuw, zeggen we dan. Hè? In het katholieke geloof is de wereld nieuw. En ik geloof ook wel dat het ook waar is. Ik vind het wel erg als een kind doodgaat, of een kind niet geboren kan worden, of een kind afgenomen wordt. Of dat het... Kijk, dat vind ik erg. Die dingen, dan kan ik verdrietig zijn. Want ik denk, dat hoort niet bij het leven. Hoe ben jij als je verdrietig bent? Dat ben ik dan. Ja. Dus stil. Ik ben stil. Als kind zijn ook altijd, als er iets was, was ik stil. En heb je dan steun aan het geloof? Ja, dat wel. We zijn katholiek opgevoed. En heel streng, we moesten drie keer per dag naar de kerk. Naar de vroege mis, naar de hoge mis en naar het lof. Dat hadden we toen ook nog. En toch was dat leuk, want dan mochten we weg. Dan hoefden we niks anders te doen. En dan gingen we wel eens te vroeg de kerk uit en hadden de Suisse het al verteld voordat we thuis waren. Dat zijn zulke dingen. Die zal ik ze meenemen direct nog, want... Kijk, zuster Gabriella, daar gaan we straks heen, ja. Wie is dat? Dat is... die was toen, de Gabriella, die was de zuster die het hoofd was van de ongehuwde moeders. En dat is later, zijn er gewone moeders bijgekomen, maar hier zit ze dan met de meisjes op te vangen die voortijds zwanger waren, voordat ze trouwden. En dat was natuurlijk tegen alle regels in, ook bij de kerk. En daar hebben we natuurlijk heel veel moeite mee gehad. Ik zeg, ja, maar toen kwam ik daar, dus er was er een meisje en dus de broertje kwam heitje voor kwijtje doen. En toen zei hij, mag mijn zusje niet komen, want die krijgt een kindje. Ze zijn zo boos thuis. He, ze straffen ze af en ze telt niet mee en te schande. He. En toen heb ik gezegd, laat ze maar komen. En toen heb ik gezegd, nou, je kunt de bocht bevallen en dan zullen wij het kindje hier erbij pakken mee. En toen ben ik naar de bocht gegaan met haar en toen heeft ze dan gezegd, nou, ja, het kind moet betaald worden uiteraard. En dan moest natuurlijk op de proppen komen bij elk kind. En dat het niet kon, dan werd het laak over het hoofd gehaald en dan werd het kind geboren. En dan mochten ze wel wassen een andere dag of zo, maar ze mochten het niet zien. Maar ze zien het toch, maar ze weten niet welk kind het is. En dat is natuurlijk heel erg triest, vond ik dat. Ja, maar zo moeten ontmoeten. Dat is lang geleden. Nou, het is ontzettend lang geleden. En ik denk, ik heb die
Die tegeltjes had ik beloofd, hè. Die hebben we bijgemaakt. Geweldig, die daar allemaal aan gewerkt hebben. En dit krijg je een cadeautje, doen we direct uitpakken. Zullen we direct eens kijken? Zij zei, kom maar gauw naar binnen, hè. Ja, nou, goh, je hebt hier een mooi huis, hè. Ja. We hadden het huis voor ongehuwde moeders en dat is ontstaan direct na de oorlog. Toen er een aantal meisjes van de geallieerde militairen in verwachting waren. Dat is eigenlijk het begin van de bocht geweest. Ja. En dat groeit. Toen dacht eigenlijk dokter Ausums, die ermee begon, dat het maar voor tijdelijk zou zijn. Maar toen bleek dat er natuurlijk in die oorlogsjaren zoveel veranderd was. En veel vrijere opvattingen. En toen bleven de ongehuwde moeders komen. Met gevolg dat natuurlijk dat het huis een beetje permanent moest worden. En toen moest alles verbeterd worden. Dus van het eigenlijk primitieve werd het beter. Eerst kinderpaviljoens en aan de rand een hele nieuwbouw. En wat was de rol van Lies en Henk daarbij? Eigenlijk doordat we gekomen zijn op die tegeltjes maken, Atheon zwanger was. Dat weet ik niet meer, dat weet jij dan. Ja, maar die doet het goed en die kinderen doen het allemaal zo verschrikkelijk goed. Maar we zijn in ieder geval bij hun terechtgekomen vanwege die tegeltjes. Ja. En vanuit die tegeltjes is hebben toen... Hebben we ook meer veldhoven gedaan. Ja, maar is ook op die paviljoens, dus dat heette het Meesternest, er waren vier kinderpaviljoens. Ja. En daar hebben jullie toen zo'n schild op gemaakt van de pimpermees, zwartkapmees en koolmees. En wat was de andere? Kuifmees. Kuifmees. Dat was het idee van Henk, helemaal die mezen. Want het is, de vogel vliegt in en uit, zit je, en die meiden vliegen ook in en er ook uit weer. Dat soort tegeltjes waren deze vooral, die was erbij met die vogel. Ja. En die ook. Allemaal verschillend, het hertje. Ja. Ja, er waren nog een paar, maar die kon ik niet gauw vinden. Kon je niet zo gauw vinden, nee. En ik denk, dan neem ik die wel leuk, mee, want je kunt er altijd nog iets mee doen, hè. Ja. Wij hebben er zelf toch geen één meer van, hè. Dat is eigenlijk wel jammer. Maar dan hebben ze weer. Ja, maar ik zal kijken of ik die andere vormen nog kan vinden. Maar die zijn allemaal... We zijn er toch veel geweest, hè. Heel veel. En nou is veel gewoon de ongehuwde moeder, hè? Ja, niet wel heel anders als toen, hè? Vraag of ik nog leef en dan schrijf ze erbij. En het is, dit, ja, en dit, dat is tientje waarschijnlijk mee naar huis. Ja, die was ook, die waren er ook, die hebben we ook heel veel gedaan. Ja. Daar gingen wij altijd zondag hier met de kinderen naartoe. Ja. Ik stel me meer voor andere mensen dan voor mezelf. Ik kom er altijd wel, roep ik dan. Ik kom uit de Rimboe. Ik kom uit de Rimboe, zeg ik altijd. En ik weet overal de weg. Ik heb nooit geen kwaaie zin. Ook niet als ik nou geen geld heb, heb ik ook geen kwaaie zin. Dan, ik zoek altijd wel iets uit dat ik iets maak. Dus ik hoef nooit, het bos is zo groot, er zijn zo'n hoop dingen die je kunt gebruiken. Want jullie hebben, je hebt hier een enorm bezit, een enorm terrein. Ja, maar je krijgt er geen geld op al het betaald, want stenen kunnen ze niet, die kunnen ze niet gebruiken op de bank. Er zijn banken en zo, die sluiten af. Je bent boven die leeftijd van 60 en dan krijg je geen geld, maar geen hypotheken meer. Want dan zeggen ze, ja, maar je kunt doodgaan en je kunt wel eens geld niet meer aan. En dan moeten we die huizen gaan verkopen en dat vinden ze vervelend. De gast had het afgesloten, omdat ik niet betaald had, zei ze. Ik zei, nou, dan sluit hem af, maar dan hoefde niet meer terug te komen. En de andere dag kwam ik toch terug en zei, ik sluit weer aan, want het is wel betaald. Ik zei, nou, hoef niet meer aan te sluiten, dan gaan we weg, dan wil ik geen gast meer. Ik zei, ik vind het gevaarlijk ook in huis. Nou, en dan kook ik gewoon net zo het me uitkomt. Hè. Ik heb een wokpan en dan kan ik de elektriciteit, die moeten ze niet afsluiten. Nou, als ze die afsluiten, ja, dan kan ik natuurlijk niet koken, dan doe ik het weer op het houtvuur. Maar nou hebben we een open haard aan. Dus wat dat betreft, de bos is groot genoeg. Maar ik neem aan dat je het wel eens breder gehad hebt, toch? Ja, maar we het breder hebben. Dat moet je zeggen. Dat moet je ze aan mij vertellen. Wat breder hebben is. Je moet naar het toilet en je moet eten. En de rest wat er allemaal tussenin zit, is allemaal niet nodig. Dat moet niet. En ik ben altijd met de dood bezig, dus dood moet. Dat is het enige, maar verder hoeft er niks. Ik heb altijd veel plezier gehad in mijn leven.
En daar is alles. Het leven is verschrikkelijk kort, jongens. Dat begin ik nou pas te merken. Maar ik mag niet mopperen dat ik nog zo goed ben, dat ik gewoon alles kan. Vannacht in mijn paadje weet ik, om de hout te halen. Zo'n grote mand hout en die pak ik zo op. En dan ga ik de berg op en dan ga ik naar binnen toe. Dan zeg ik zo, ik heb vannacht doorgestookt. Het huis is lekker warm. Ben je er wel eens bang voor dat het minder gaat worden? Dat de gezondheid afneemt? Dat is nog maar zo. Dat is nog maar zo. Dan moeten we eigenlijk weer neerleggen. Net zo goed als mijn tanden uitvallen. Op een gegeven moment, nee, ze vallen niet uit. Ze zijn afgevreten, zeg ik altijd. Want ze zijn door stoffen, door preet of weet ik het wat allemaal. Dat maakt allemaal niet uit. Maar kun je dat accepteren dat het minder wordt? Ik ben niks minder geworden. Ik ben niet minder. Ik kan net zo hard lopen als vroeger. Ik liep vroeger ook de 100 meter in 15e seconde, geloof ik. 15e seconde. Ik kon hard lopen. En ik kan nog wel die 100 meter hier hard lopen. Maar niet meer in 11 seconden? Dat weet ik nog niet. Ik heb niet geprobeerd. Ik heb niet geprobeerd, maar nee, ik kan vrijwel. Ik mag niet mopperen. Maar dat is wel een hele optimistische kijk op het leven. Ik ben geen pessimist, nee. Dat ligt niet in mijn lijn. Het is de kleikuil. Daar zit de klei in. Kijk, en dan moeten nog meer oude knoken moeten erin. En dan moet het nog sterk zijn, want dan. Kijk, een stukje klei, hè, zie je dat? En uit zuiver aarde bakt men een mens van meer en minder waarde. En ook in een pot, hè? Dat geldt ook voor pot. Kijk, dan maak ik een bolletje. Dan ben ik weer in mijn element. We gaan een kan maken, hè? Ja. Duimen, voorzichtig doen. Ja. Vasthouden de bolletje. Ja. Duimen erin naar beneden toe. Ja. En dan heel voorzichtig, hè? Want je moet net doen of het een huwelijk is. Een huwelijk. Dit is een baarmoeder, zei ik altijd, ja, okay. De klei. Ja. En klei is zacht als een baarmoeder. Kijk, stop. Dan gaan we eerst meten voor de bodem, hè? Want anders dan zit er geen bodem in. Ja, kijk, ja. Dit is de bodem al. Okay. Dus die moeten eigenlijk niet meer aankomen. Dat doen ze allemaal wel, maar goed. Kijk, en dan trekt hem zo heel mooi omhoog. Oh, heel dat zachtjes. Is mooi. Kijk, en als ze gaan trouwen, dan moeten ze weten. Hè? Kijk, ja. Want als hij te groot wordt, is het niet goed. En zet hem weer terug. Dan pak hem zo weer vast en zet hem terug. En dan tegen elkaar, dan wordt het weer slanker, hè? Naar boven. En steeds naar boven toe, zie je dat? Ja. Kijk, een dooie moet ook naar boven toe, zei ik altijd. Dat was geen goeie. En dan is het allemaal naar boven gaan, hoor. Want het wordt haar toch vergeven altijd, wat ze doen. Niet met duimen komen, die duimen hier langs houden, zo. Nou, goed zo, je bent een goede leerling. Hou nee, beneden houden en dan druk geven, zal ik hem hier even een beetje naar boven trekken. Dan hebben we hier een bal klei. En klei, dat is een massa die echt aan elkaar blijft hangen als je trekt. En vroeger waren de kinderen bij, die gingen daar werken zaterdags. En dan mochten ze oortjes trekken en bloemetjes maken, want dat was heel belangrijk. Want kinderen hebben kleine handjes en die kleine oortjes, dat zijn van die, waar die kopjes aan zitten. Mm-hmm. Daar moet getrokken worden vroeger. Nou worden ze eraan vast en wordt het allemaal gegoten. Maar vroeger kijk zo, doe een oor trekken. Goed, hè? Ja, dat is wel mooi. Kijk, dat moet je natuurlijk ook doen, heel zachtjes. Ja, kijk, en dan trek je de onderste eraf. En dit is net goed genoeg. Nou, dan mag jij het gaan doen. Kijken of jij die les ook kent. Ik zal het vast een klein beetje voortrekken. Het is altijd hoe je bent, zo kan worden behandeld. Ja. He? En ik moet vaak. Ik denk weer dat het grond gaan. Dan komt het toch terecht. Of in zo'n pot. Dan moet je op tafel blijven staan. He? Als ze dat willen. En als ze niet willen, is hun recht. Dan zetten ze me in de grond. Ergens. Maar wel op dit erf. Dan blijven de geesten er altijd rondzwerven.